wereldwijd zelfs een uniek gebeuren. Drie stromingen uit hindoeïsme die naast elkaar gaan bouwen. Ik denk dat dit voor Den Haag als internationale stad van recht en vrede een blijvende en historische aanwinst is. Wat is het kenmerkende voor het Sikh geloof? Liefde voor elkaar en gelijkheid. Vrouwen en mannen zijn gelijk. Meneer Baljan Singh, u bent de oprichter van de Sikh-gemeenschap hier in Den Haag. Hoe belangrijk is het voor u dat nu vandaag het nieuwe monument eigenlijk wordt onthuld? Hè? Ja, het is een heel belangrijk moment voor ons. Maar we hebben al die tijd, 40 jaar lang, in oude gewoon gezeten en vochtig allemaal. Maar het is een dank aan de gemeente dat zo een goede plek hebben gegeven. Dat is een hele historische moment voor ons eigenlijk. Ze betalen het volledig zelf. Het is uit eigen middelen gefinancierd. Het is op dit moment sowieso moeilijk om financiering bij de banken te vinden. Dus donaties komen binnen en dat gebeurt wekelijks met allerlei fundraising. Ze hebben het zelf voor elkaar gebracht en ik ben ontzettend trots op ze.